Deze nieuwsuitzending, De, dat betreft een bericht, een inzicht. Onze overheid is bang voor ons. Dat is het probleem. Onze overheid wantrouwt ons. Wij doen op een of andere manier van alles niet goed. En uh, dan moet er meer blauw op straat. Meer toezichthouders. Want uh, er gaat van alles fout. En, en, en wat gaat er dan fout dan? Weet jij het? Het punt is, ze zijn bang voor ons. Ze, ze denken dat ze moeten ingrijpen. Want anders gaat de mensheid dood. En sinds wanneer is dat nou weer een probleem? He? Aan de ene kant zitten ze te zeuren over overbevolking, overbevolking. En heb je een keer een griepseizoenetje en dan is het ook dat weer een probleem. Ik denk, wat wil je dan? Wil je nou meer of minder? Zeg het nou eerlijk of je meer wil of minder. Ja, wil je meer mensen? Nou, daar kunnen we aan werken. Wil je minder mensen? Moet je ook zeggen. Dat vind ik ook best. Maar niet allebei. En uh, ja, de, de overbevolking is een probleem. Maar als oude mensen eerder doodgaan, dat is ook een probleem. Ja, wat wil je dan? Welke kant moeten we dan ah, uit? Ah, ah. ja, soms wil je doodmoevende dingen. Onze overheid is, heeft angst voor ons. Ik weet waarom. Want wij zijn niet zo 1, 2, 3 bereid om de overheid te vergeven voor wat ze hebben uitgespookt. Nee, als je dat, dat lijstje, de, de daden der verzamelde, verenigde, samenspannende, in het geheim vergaderende overheden, die hele club. Met sinds ik weet niet hoe lang, 2000 jaar, de Heilige Vader aan het hoofd. Kijk wat die club we uitgevrozen, jongen. Ja, ik weet niet. Uh, ja, ik heb er niet zoveel moeite mee. Maar de, de gemiddelde mens die. Ja, die wordt. Uh... Ja, ik ga je uh, gekke dingen Onze overheid heeft nooit anders gedaan dan ons voor de gek houden. Punt. De grote goochelaar. Neem zo'n ding als de maanlanding. Waar had dat voor nodig? He? Er waren theorieën over de zwaartekracht op de maan. Die zou één zesde zijn van de zwaartekracht hier op aarde. Ja. Nou, de zwaartekracht hier op aarde is uh, variabel. In, in Florida is die. Uh, die is lager. Ja, in, in, al met al want dan heb je ook. allemaal no, toestanden. Maar de zwaartekracht is niet overal hetzelfde. Want de aarde is uh, heel erg glad. Het dus, nee, is gladder dan een biljartbal. maar niet helemaal rond. Dus, dus ja, dan heb je ja, aan de ene kant heb je wat meer zwaartekracht en aan de andere kant. En hoe staat het met de maan dan? Nou, uh, we hebben er niet eens de de zwaartekracht gemeten op de plek waar we landen. Laat staan dat we gepland hebben om uh, uh, dan een keertje links en dan een keertje rechts en dan overal de zwaartekracht gaan meten. Alleen maar om erachter te komen. hoe het toch kan. dat de maan. de godganse tijd. met dezelfde kant naar ons loopt te kijken. Wij zien nooit een keer de andere kant van de maan. Hoe kan dat nou? Nee, daar, daar is er een verklaring voor. Ik denk dat de maan magnetisch is. Dat er een. Uh, ja, aan de ene kant van de maan is het, uh, hoe het dat dan moet weet ik ook niet hoor, maar ja, dan, moet je dan moet je wel naar de maan gaan en de zwaartekracht gaan meten. En elektromagnetica of, of dat soort dingen. En het enige wat we op de maan hebben gedaan is in de rond te rijden met een landrover. Heet dat wetenschap tegenwoordig? Oh, ik ben op de man geweest, heb ik in een land erover... Oh, dat ging heel goed, man. Dat was echt geweldig. Oh, daar staat allemaal op film. En maar dat is geen wetenschap. Dat is helemaal niks. Helemaal, helemaal ziltje. Nada. Nothing. Theater. Meer niet. En dat, dat doen die mensen dat de godganse dag. En dan zitten ze in het ook, maken ze uh, hele uh, layouts van mogelijke werelden. En uh, uh, dan welke fantasie hoort daarbij? En dan verzinnen ze weer een of andere ramp. Of een uh, uitdaging. Laten we de koolstofdioxideconcentratie terugbrengen. Ja. Laten we de Mount Everest een keer verplaatsen. Want uh, de hele tijd hebben die mensen in Nepal. Die, die zitten maar te genieten van de Mount Everest. En dat is zielig voor de Wuhan Chinezen. Dus dan gaan we de Mount Everest. Uh, uh, ja, gaan gaat er 25 keer per eeuw die ene en weer gehezen naar Wuhan. Dan kunnen ze daar ook op een berg kunnen staan. Dat iedereen gelijk is. Ah, oh man. Het is, het is, het is best erg. Ik denk momenteel hè, dat dus nu uh, de, uh, het gordijn omhoog zou gaan. En we zouden iedereen in zijn onderbroek zien staan. Uh, terwijl hij bezig is om die brunette te pakken. Die uh, zelf bezig was uh, met een even te bellen voor de cocaïne. Op een nou moment oh, pak ik ben er aan het bellen. En dat wij dat allemaal zien... En we zien al die, die blauwdrukken, hoe ze het verzonnen hebben. Van, nou, dan gaan we dit doen. Dan krijg je overspel. En al sodomie. En met seks, drugs en rock roll. En een hoop ellende. Aardbevingen, hartstikke leuk. flatgebouwen in de fik nog mooier. Oh ja, en een pandemie natuurlijk. Dat iedereen crepeert. En buitenaardse dreigingen. Dit is ook, die koning Willem-Alexander. Ik heb het gecontroleerd, hij zei het echt. Wij moeten ons klaarmaken voor een grote externe dreiging. Ze zijn bang voor ons. Hè? Dat is het punt. Daar kan ik me van alles mee voorstellen. Van Voor mij hebben ze niks te vrezen. Ik, ik zal ze met geen haak schenken. En ik zou ook als iemand dan. Onder... Dan zou ik zeggen: hé, 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 hé. Het is wel koning Willem-Alexander. Even een beetje. ho, ho. Hè? Spreek die meneer aan zoals die gewend is om aangesproken te worden. Want anders raakt hij oversturen. En die man heeft al zo'n ellendig leven. Je hoeft er je, je je, je niet iets wat erg is, hoef je niet nog erger te maken. Het is erg genoeg dat wij al die leugens van de overheid als zoete koek hebben gevroten en, en onze eigen uh, samensweringstheorieën. Met die hele fijne opmerking van Christus. Van hij die denkt aan dat neuken met de buurvrouw. Die heeft zijn vrouw wel bedrogen. Als als jij dus, even voor jouw gozer. in je eensgezins door zo'n woning of zo, hè. Heb jij staan loeren over de heg? En gekeken naar die kont van de buurvrouw? Hè? Huh? Heb je eraan gedacht? Arme vrouw van jou. Dat is serieus. Voor de rest is er namelijk helemaal niks aan de hand. de overheid die doet net gek. En dat hebben ze van oudsher gedaan. Dus vroeger deden ze net een gek. Nee, tegenwoordig doen ze net gek. En nou, wat zullen ze dan morgen gaan doen? Wat denk je zelf? Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Je is altijd weer opnieuw beginnen. Ja. <laughs> nou, trek, dan trek je er ook helemaal niks van aan. We hebben polio, daar ben jij niet dood aan gegaan, dacht ik. He? Nou dan. Dus, uh, lepra heb jij ook niet. Nou, dat is dus mooi. TBC, ben je, ben je daar aan dood gegaan? Nee, ben je ook niet aan dood gegaan. Daar ben je nog niet aan dood gegaan. Je bent al een beetje aan el elke denkbare ziekte. Daar ben jij momenteel niet aan dood gegaan. Want anders kan je niet luisteren naar wat ik zeg. Dus uh, je, je, je bent een overlevende. Dat is te mooi. Ja, maar ik vind de wereld niet rechts genoeg. <laughs> Ja, ja, ja. Maar ik wil ook een meer uh, rechtse wereld. Dat lijkt me zo leuk. Kijk, mijn probleem met rechts. Hè, is dat ik, ik. Ik vertrouw de mensen in mijn omgeving niet. Dus. Ik vertrouw de overheid ook niet. Maar, ja, want dat zijn ook mensen. Maar dan heb je in elk geval nog een soort van. Uh, ja, de kost een patiënt. Het is wel duur, maar. Maar wat moeten die mensen anders dan? Wat moet je nou doen hier in Nederland? Er is helemaal niks te doen. Allemaal machines. Ja, een beetje knopjes drukken. Oh, daar gaat hij hey, weer. Er is wel helemaal niks te doen. Dat is het punt. Qua werk dan, hè? Zo. Ja, je kan gaan managen. Ben je een centurion? Is het is wel mooi dat iemand in die conspiraciteit dat ik me echt verdiepte in dat ik echt dagelijks bezig was met... het En dat een man... die kwam in een flatgebouw... kantoorgebouw... Die, zat, die, die kwam in een wachtkamer... en er zat een andere man... en die zei tegen hem... Uh, ik heb net te horen gekregen... dat je naar boven mag... Dus hij dacht dat hij naar de dertiende verdieping ging. Ja? Maar dat was alleen maar dat daar iemand zou zijn. En die zou tegen hem zeggen: uh, Ik heb gehoord dat jij naar boven mag. Ja, ja dat is een goed bericht. En dan kom je hoger in het gebouw. Maar zo werkt het. Het is verder niet dat je in paniek moet raken. Zo werkt Babylon. En die zijn bang voor ons. Want wij mochten er eens achterkomen wat ze uitgespookt hebben. Het is uh, bizar hoor wat die lui doen. En ik heb daar respect voor. Ja, als je het dan toch doet. dan ja, doen we het dan. Uh, zo goed mogelijk. Voor de rest hebben ze er een puinhoop van gemaakt. Ze dus, uh, dus zijn een wanhopige soep. Zo. En die gooien van hun momenteel. Ja, op die uh, promiscuïteit, op sodomie. Ja. Dan gaan we sodomie doen? Dan gaan we lekker sodomieën met z'n allen? Ja, dan moet je vooral wereldwijde sodomie gaan invoeren. Nee, daar word je blij van. Nee, dan krijg je uh, vrolijke kinderen met hoepeltjes en uh, een blaffend hondje. Ze sturen ons regelrecht. Dit is heel verschrikkelijk. Nou, daar ben ik niet boos over. Wat ze doen is natuurlijk. Dat hoort zo te zijn. Als de mens niet geregeerd wil worden door de wil de wil op zichzelf. Als je dat niet wil je wil zekerheid. En dat je ook een stem hebt. Dat je zegt, nou ik wil rood, of ik wil blauw, of ik wil groen. Dat je een keus heb. Ik, ik wil niet zeggen wat ik wil. En, maar dan krijg je dat. En het probleem is, er die, 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 die is op. Die, ja, nou, het is zo ontzettend fout. En het haat ons. Verdorie, ze stemmen nooit een keertje goed. Dan worden ze weer boos. Omdat we niet goed stemmen. Dan ga je dat weer. Dus je moet nog oppassen ook als je stemt. En dan ga je ook zeggen: nou, dat hef ik op. Dat je, je brengt je stem uit. Dat is communisme. Stem. Voor de partij. Dat ga je ook doen. Je hebt twee partijen. Heb je links en rechts. We stemmen allemaal. Nee, maar dit kan niet. Dan krijg je weer rellen. Wat een gezeik. En het punt is dat die mensen van de overheid... die hebben geen overtuiging. Ja, ze hebben hun eigen overtuiging dat ze heel erg goed zijn. Zoals Hillary Clinton. Die vindt zichzelf heel erg goed. En Bill Clinton vindt zichzelf heel erg goed in. En George Bush vindt zichzelf. En Adolf Hitler vond zichzelf ook heel erg goed. Jezus Christus daarentegen vond zichzelf niet per se heel goed. Die ja, heeft duidelijk gezegd: van, nee, Jongens, jongens, uh, ja, allemaal, helemaal gezellig met z'n allen. Maar het is, uh, oh, is al zo laat. Ja, het is belangrijk dat ik heen ga. Goedenacht, vrienden. Het is tijd voor meer te gaan. Maar die andere gozers hebben daar geen last van. Die, die blijven maar in leven, En maar toespraken geven. Dan denk ik, ben je nou nog steeds niet opgehouden met oude En het enige wat ze doen is oorlog voeren tegen het volk. Het volk tegen elkaar opstoken, reddertjes veroorzaken. Wat ze bijvoorbeeld doen, dat is dan, hebben ze in Amerika gedaan. Aan de ene kant gaan ze de verkoop van alcohol uh, even verbieden. En aan de andere kant euh, beginnen ze dan met illegale stokerijen. En geld verdienen, jongen. Ja, kijk, als je iets verbiedt, dan wordt het duurder. Dus je gaat het eerst verbieden, en, en je gaat het zelf produceren. En dat doen ze. Ze haten ons. Ze, 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 ze vinden ons vies. Uh, Goeiem. Tuig. Daar mag je mee doen wat je wil. Ja, dat je even weet hoe er over jou gedacht wordt. Dit is geen geintje. En wees eerlijk. Waarin hebben zij ongelijk? Anders gezegd. Hebben zij gelijk? Uh, uh, ja, misschien. Tenzij uh, op voorwaarde dat ik erover kan nadenken en andere excuses. Dan hebben we toch het volste recht. Wij deugen helemaal niet. Echt niet in paniek raken. Ons probleem is, ze kunnen helemaal niks. Het is een hele kleffe boel. Er komt echt geen beweging in. Er is geen harde hand. Gewoon geen ijzeren staaf. De eerste niet. Het is een beetje een slappe pauze. Ja, we moeten medelijden hebben met de sodomieten. Nee, hey, helemaal geen medelijden hebben met de sodomieten. De sodomieten rap. Uh, ik wil ook geen medelijden met mij. Nou, ik wil graag dat iedereen is uh, net zo blij en happy als ik ben. Dus ik wil ook niet dat je medelijden hebt met iemand anders. Uh, want geen medelijden moet je hebben. Medelijden met jezelf, dat, dat, dat is nog wat anders. Dat, dat je tegen jezelf zegt, van, potverdorie, kan dat niet wat beter. Ik heb medelijden met mezelf. Stomme lichaam van mij, altijd maar dit doen en dat doen en, en ik dan en ik dan. En ik dan eh. Mijn lichaam wil maar dit en mijn lichaam wil maar dat en, en ik dan en ik en ik. En ik, en ik en waar, waar blijf ik? Stomme lichaam van mij. Ja, zelfmedelijder. Ja, daar ben ik voor. Dat, dat je ook niet te hard doet tegen je lichaam en geef een beetje mee. Misschien had je lichaam toch een goed idee. Dat, dat weet je niet. Relax, lay back. Het is zo fijn om te beseffen dat ik je helemaal niks voorstelt. Je hebt helemaal niks meer. Een soort uh, zandkorrel in Ibiza. Omringd door brunettes en blondines. En niemand ziet je. Iedereen loopt over je heen. Maar dat maakt je ook helemaal niet uit. Nee, kijk, je wil als zandkorrel ergens liggen. Eh, uh, waar, ja, nou, brunettes, blondines. Oh. Kinderen met, uh, ja, wat leuk plastic. Uh, gaan ze haatje uh, spelen of zo. En dat het weer mooi donker wordt. Af en toe komt de vloed, maar dat maakt je ook niet uit. Je, je kan je drukker maken over je bestaan dan dat. Hè? Dat kan. Een soort bewegende zandkorrel. Maar waarom? Relax. Dat zijn van die mensen die zeggen: ja, wij hebben voeten gekregen en benen om te wandelen. En we hebben armen gekregen om te werken. We hebben ogen gekregen om mee te kijken. En we hebben oren gekregen om mee te horen. En we hebben een moed. En ik zeg je, waarom heb je billen gekregen? Waar zijn die billen van nodig? Ja, die zitten er ook bij. Waar. Gebruikt een mens zijn bil voor? Uh, waarom. De, 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 waarom. Uh, uh, waarom zijn die dingen. Waarom zitten ze er überhaupt? Waar is ze voor nodig? Er, er, er zit, er zoveel kilo er zit erin. Daar uh, uh, er, er kan er net zo goed vanaf. Het loopt een stuk makkelijker. Waarom heb je even de mens dan billen? Het is helemaal niet moeilijk hoor, die puzzel. Echt, echt niet, echt niet. Dan moet je nu even met mij... Uh, dan, dan, dan ga je even nadenken zo. En dan, dan denk je, wacht even, ik, ik ga even zitten. Ja? En dan denk je er nog eens over na. En dan terwijl je bent gaan zitten... Dan snap je denk ik wel waarom je billen hebt gekregen. En vanuit die positie kijk je naar de wereld. En voor de rest hou je je bek. Je moet goed luisteren naar de overheid. En je moet precies doen wat ze zeggen. Je moet je bek houden. Afgelopen met die illegale feestjes. Dat ga je maar legaal organiseren. Ja, wat is dit nou? Hè? Als je een illegaal een feest wil... dan weet iedereen ervan. Het illegale... Weet ik veel. Een illegaal is toch ook een vluchteling? Ja, een vluchtelingenfeest. Een illegale feest. Het is makkelijk te doen als je de politie van tevoren netjes informeert. Of als er overlast is, dat er gelijk een alarmnummer gebeld kan worden en dan is het allemaal ja, tot in de puntjes geregeld. Maar wel illegaal Len ook. Ja. Dus allerlei soorten mensen. Maar dat kan je makkelijk regelen. Het is wil. Daar gaat het om. Wil je dat? En ik zeg je met zo'n koekverbod en zo, ja, dan, dan krijg je dat. Dat is hun probleem. Van die, die mensen die ons haten en die bang zijn voor ons. En, oh, maar straks gaan ze illegale kroegen beginnen en zo. Dan moeten we wel helemaal uh, controleren. Ja. Krijg je illegale kroegen. Dat kan je helemaal niet controleren. Dat is niet mogelijk. Ja, je kan wel controleren, maar dan is er niks aan. De hand. Dus als je controleert. Oh, alles is goed. Oh, oh nee, sorry. Oh, nee. Even gecontroleerd, ja, alles is goed. En dan zijn ze weer weg. En het illegale kroegleven gaat gewoon door. Wat is dat nou? Mensen die, die s'avonds uh, bij elkaar komen en klagen. Want daar, dat, dat meer is het niet. Je gaat klagen in de kroeg en uh, dan word je uitgelachen. Ja, dan ben je klaar. Ik vind het zo vervelend. Oh, 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 oh. Geef die man een biertje. Oh, wat is die zielig. Nou, wil je nog meer vertellen? Of wil je een jegermeister? Echt bij. Ja, dat, dat is alles. Ja. Ik denk dat het gezond is. Ik denk dat dat. Ik denk dat dat moet. Je, je, je hebt je werk gedaan en dan ga je nog even spelen met de jongens. En dan ha, ha 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 ha. En dan gaan we naar huis. Of je doet het net als ik en dan blijf je tot twaalf eh, uur s'avonds. Dat, dat de barvrouw, Maria, tegen mij zei: Jij zit hier best lang. Ja, ik had een scheiding in mijn nek. Dus uh, ja, wat moet ik dan zijn? In mijn vrijgezellenwoning? Dat gaat er weer. Dan maar naar de kroeg. Maar dat mag nou niet meer. Dus, nee, maar dat komt dan komt ze dadelijk weer terug. Dan krijg je een, een kroeg-app. Als je die niet krijgt, regel ik die. Een kroeg-appje. Dus een handig machientje. Dan piep. En dan gaat er een belletje af. En dan, uh, en dan weet je dat de kroeg open is. Kan makkelijk hoor. Je krijgt een signaaltje via internet. Je hebt zo'n schedule van nou, ik wil dan, dan dan wil ik wel naar de kroeg. Voorkeur of zo. Hè. En dan krijg je een notificatie. Een letje gaat op randen. Dat betekent dat je kan komen als je wil. En ik, oh nee. Hoe oh, oh, hoe moet nou naar de kroeg. Ja. Moet je even bevestigen dat je komt? Nou, een kroeg is vrij snel uh, volgeboekt. Maar dan ben je aan boord en dan uh, kom je binnen en uh, wie er zit, ja, dat weet je niet. <laughs> dat zal wel weer kloppen. En als je het niet bevalt, dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan kan je ook cancel doen. Dan krijg je uitnodiging. Nee, Nederland me zitten dat je ook dat je lid bent van meerdere kroegen en het werkt allemaal hetzelfde de, de, de ene kroeg belt de andere kroeg belt en dat ding dong, ja, kom ik kom niet kom je dan nee ik kom niet en dat de computer dan ook in de gaten houdt wat je voorkeur is En dat kan een hele vervelende kroeg zijn, maar als Hendrik komt, dan maakt dat niet uit. Want met Hendrik heb je altijd een leuk gesprek. Ook al zijn die mensen heel vervelend en dat de computer dat dan ook snapt. Heerlijk lijkt me dat. Ik weet hoe het moet werken. Ik, ik, ik weet dat het kan werken. Oh, een klein apparaatje. Die plug je in met, de, met een utp uh, ding zit in het netwerk. Klik, even kijken of de kroeg open is. Klik, klik. Oh, een kroegmachine. En ja, waar is de kroeg? Ja, niemand weet het. Hè. Nou, en hoe ga je naar de kroeg? Uh, kijk, met uh, de, de contanten, de, de euro's of zo. Uh, maar dat kan. Hè. Tot en met. Wat is het? 20.000 euro per jaar. Daar gaan ze niet moeilijk over doen. Met de great reset wordt het. Hè? Dus de, de onderlaag van de contanten, dat wordt uh, vrij stroom geldland. Ja, dus je kan heel makkelijk. Uh, dan ga je een beetje werken. Heb je wat contanten en die geef je dan aan die in. En dan word je de hele avond vrijgehouden. Dan krijg je nog een zoen... Als je weggaat. Wat krijg je dan? In mijn uh, gedachten. Als je denkt, dat kan niet, peri, Nee, dat kan niet. Dat soort dingen kunnen niet. We zijn hopeloos verloren. Nou, ik denk helemaal niet. Echt niet. Echt niet. Nat. Zilch. Nada. Nating. Wij kunnen altijd nog naar Marokko en Turkije. Dan zeggen we ja. Eh, Vanuit jullie land zijn ze allemaal naar ons land gekomen. En eh, ja, en de, de, die hebben de boel erover genomen. Het is nou eh, Turkisch Makroningen. En eh, wij willen ook ergens naar wonen. En dan eh, mogen we hier wonen. Dan gaan we toch lekker in Turkije wonen. Alsof het daar ellendig is. Qua klimaat. Ga de weg. Dus er is geen probleem. Dat is het punt. Het probleem is dat onze overheid denkt dat als wij erachter komen wat ze uitgespookt hebben, dat we wel eens heel erg boos kunnen worden. En ik ben dat eens met de overheid. Want ik denk dat dat waar is. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dan maar doorgaan op deze voeten. En dan nog maar een rampje. Is met vulkanen. Een tijd lang is er geen vulkanenramp geweest. Of een onderzeeboot die verzinkt. Het zijn van die kleine dingen die het doen. Neem die, uh, die griep en COVID-19 doden. Nou, een, een griepepidemie is dan. gaat door, een zware is dan 10.000 doden per jaar. <tiek> Waarbij aangetekend moet worden dat. Uh, zwakke mensen die zo'n voortkabbelende gezondheid hebben van het hobbelt, van hobbeltje naar hobbeltje, uh, uh, die worden uiteindelijk geveld door de griep. Dan krijgen ze griep en dan gaan ze dood. Ja. En waar komt die griep vandaan? Ja, dat komt van de virus. Ja, het zal wel, maar we hebben het over hele oude mensen. Uh, en, ja, en die krijgen dan uh, een stijging van de lichaamstemperatuur. Ze worden kortademig. En. Nou, man. Uh, overal pijn in. En vervind. En dan gaan ze dood. Dus dan 10.000 per jaar. Ja, kijk. Uh, er zijn gevallen bekend van bejaarde mensen. en die waren met zo'n voortkrabbelende, kabbelende gezondheid bezig. En die hebben gezegd tegen de kleinkinderen. Van, of tegen de kinderen. Van nou. Uh, <tossimus> ik denk een griepie en dan ben ik weg hoor. Dus ik vind het mooi geweest. Ik hoef geen euthanasie. Geen drama, zo. Maar doe mij maar de griep. Geen atematie, maar de griep. Oh. Oh. Ja, het, het leven is een keer voorbij. Het ja, is die jeugd die de godganse, denkt, van godganse tijd denkt. Maar ja, er is toch zoveel te beleven. Je kan een grijzen. Ja, maar als je ouder bent, dan ben je een keer in Marokko geweest. Je bent een keer in Tunesië geweest. Je bent een keer in Turkije geweest. Je bent een. In... En je hebt al lang in de gaten dat in Nederland daar is de, de wegaanduiding en het asfalt en de witte lijnen en de stoplichten. En dat werkt allemaal. En in de rest van Europa is het, uh, ja, dat denk je denkt van, oh. Ja, dat moet natuurlijk ook kunnen. En dan ben je weer terug in Nederland, denk je, ha Utrecht rechtsaf. Dat is het lot van de ouderen. En dan ben je er op een dag mee klaar. En dan krijg je de griep. Ja, dat is dan mooi. Ja, je ergens aan kapot gaan. En ja, dan heb je het over 10.000. En dan corona zit nog iets lager dan die griepgolven van 2018. Ja, ook dat nog. Maar ze hebben 10.000. Per jaar. Dat is normaal voor een grieppiek. Zodat je weer eens een griepgolf hebt. 10.000. Het aantal abortussen. En daarbij reken ik niet die chemische abortussen. Zoals de anticonceptiepil. En de morning-after-pil. Dat zijn ook abortussen. Ontvruchtingen. Ja, ab betekent niet. Ortes betekent vrucht. Dus ontvruchtingen. Oh nee, kan niet, er kan niet nog een mens bij. Nee, oh, overbevolking. Oh nee, te veel mensen. Uh, ik denk, al met al te je... 100.000 per jaar of zo. Als je de hele bult meetelt en dan de reguliere aportes, dus, uh, waarbij er daadwerkelijk snijwerk aan te pas komt, hè, met een scalpel en, en een zuigbuis, mee, dan gaan we daadwerkelijk slachten. Nou, dat ligt er boven de 30.000 per jaar. 30.000. Per jaar. En wij zeuren over 10.000 dode griepdoden van oude mensen. Wij zijn verschrikkelijk voor de gek gehouden. En het is onze eigen schuld. Want wij wisten het allemaal allang. Hè? Of niet? En nu krijg je dit, mag je mijn mondkapjes in de bus? Ja, ja vind ik het gek. Het is niet mijn probleem. Dat is het punt. Er gebeuren hele erge dingen op deze wereld. En daar moeten we wat aan doen. Zucht. En dat is niet uh, grappenhuis uitlachen met een stom filmpje op Facebook. Dat is die mensen in de kaart spelen. Nee, wat is doen? Vergeven. Misschien. Yeah. Wie heb jij te vergeven? Heb je al een lijstje gemaakt? Van wie jij moet vergeven. En niet vergeten die te vergeven. Die, die, die. En die, die ook nog. En als je die mensen vergeven hebt. Dan ontstaat er schuld. Aan jouw kant. En die ga je ook nog inlossen. Dus je vergeeft iemand, een ruzie of zo. Hè? Je vergeeft iemand en dan besef je dat, ja, als die persoon dus niet iets fout heeft gedaan, want je hebt vergeven, dat dan, 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 dan heb jij gedaan en dat heb jij gedaan, dat was in jouw schuld. En die moet je inlossen met een ritueel. Je kan iemand bellen en zeggen van. Ja, uh, dan nodig je hem uit om, om iets te gaan eten of drinken. En dan in het kort vertel je dan uh, dat je je schuld aan het inlossen bent, en of ze nog iets willen drinken. Of nog iets willen eten. Als ze dan zeggen, nou, ik heb genoeg gedronken, genoeg gegeten. En dan denk ik, oké, okay, dan zijn we klaar. Dus. Het begint met vergeven. Dat is erg belangrijk. En, die, die termen, een, een leger der geliefden. Een army of lovers. Zoiets. Dit is maar een gooi hoor. Dan mag je zelf invullen hoe jij denkt dat het moet. Het is iets dat mij bezighoudt. En waarvan ik wil dat het jou ook bezighoudt. Elke dag. Zo. Ik wil dat je elke irritatie die je ervaart, hè? dat je die doorleeft. Gelijk uh, Jezus aan het kruis. <laughs> Niet mopperen. <laughs> oh, je bek houden. <laughs> En kijken wat er gebeurt. Ik ga lekker koffie maken. Ik moet het cadeau van mijn dochter morgenochtend nog klaar hebben. Op zijn laatste morgenochtend. Ja, liever vanavond al de eerste. Ja, ja. Maar morgen is haar verjaardag. En dan gaan we dansen. Het is al zo goed als helemaal klaar. Dansen in een puinhoop. Dat is een mooi verjaardagscadeau. Dance in een mes. kijken wat dat lieve kind ervan vindt. Ze krijgt ook nog een bak uh, goulash. Ja, goulash. Uh, het is een soort van goulash, maar dan met komijn en... koekoma, kerry. Een schenkel. Een goede curry. Hoe pittig. Als je daar een vers tomaatje bij snijdt... Hè? En wat uh, verse koriander eroverheen knipperen. En een hele bak met rijst. Het is echt concentraat. Het is een verschrikkelijkheid. Niet een ding om uh, weg te schokken, maar met een hoop rijst. En mijn dochter die mag een beetje dikkere kont krijgen. Vind ik. Als je nou de rijst gaat eten, krijg je een dikke kont van. Oh, en er zit ook aardappel in. krijg je ook een dikke kont van. Een hoop setmeel. En ja, ook fit. En piperine. Of een heet dat spul? Ja, heetheid. Tomaat zit erin. Een heel blikkie met uh, tomatenmeuk. Extra. Maar ook uh, gewone, echte tomaat. Zo. Uh, uren, zetterie. Kerst een bakje van mij. Ingevroren. Ik kan ze zo mee naar huis nemen. Dat blijft heel lang goed. Dan kun je zo opnieuw weer invriezen. Maakt echt niet uit. Het is zo vet. Daar groeit geen schimmel op. Ik keer vergeten. Er nog veel, uh, zout zit al zout erin en uh, zoveel kruiden en dat blijft heel lang goed. Dan moeten ze maar kijken. Het is leuk als je dan twee, drie mensen op bezoek krijgt en ze kan twee, drie mensen voeren. Met een, een handje vol met van die curry en een bak met rijst en nou, een verse tomaatje erbij en een koriander. En witte wijn. Dat is wel lekker. Nou dat het zo heet is, hè, en dan een slokje witte wijn eroverheen, en dan wordt het nog heter. Lekker, hoor. Een zoete witte wijn, waarom niet? Ik zou geen rood doen. Maar kan wel. Die curry is indrukwekkend genoeg. Die kan wel tegen een rood wijntje Misschien is het nog beter een vodka erbij. De hele erg gaat branden. Oh, ik heb zo eten in mijn mond, dat je een heel klein beetje vodka neemt om te blussen. Misschien is dat wel het lekkerste. Ja. Geen tequila, maar vodka. Oh, neutraal. Een, goed, een neutraal smaakje. Als je denkt, oh, je zegt zo heet. Oh, ik moet dat. Heel een beetje vodka. Ja. Nu ik er nog een keer over nadenk. Zo moet het. Maar dat. Maar dan moet je zelf maar zien. Ik zal het recept wel uh, publiceren. Zo ben ik wel. Het is niet zo moeilijk. Een hele donkere geest moet je hebben. En, uh, je pakt verschrikkelijk veel kruiden. En, uh, gewoon woest. Je ziet de pompen in. Een En bij de kruidenhoeveelheid, uh, te veel. Uh, te veel koriander, te veel komijn, te veel kurkuma, uh, te veel gemberpoeder, uh, alles te veel. Maar nou, dat is een beetje. En dan dat, dat je die uitjes niet verbrandde. Ja, nee, je zou het niet doen. Het is een trucje, maar dat, dat gaat later nog wel karamelliseren. Dat komt vanzelf goed. Dus dat karamelliseren, dat, dat moet je in principe bestrijden. Goed roeren. En dan pruttel, de pruttel, de pruttel. En dat duurt uren. Nou, dat is het dus. Maar dat kan iedereen. En lekker is om uh, taai vlees te hebben. Niet uh, kippenborst of zo. Taaivlees van uh, moe gewerkte paarden. Of ezels. Of uh, geiten. <coughs> Runderen. Waarom, waarom niet? Nou, lam kan ook. Een taai moet het zijn. Een heel taai. Het gaat uren koken. En die tomaat, die, die geeft de, de, een zuurgraad. En dat zuur van die tomaat, dat maakt dat vlees week. Maar dat doen die pepers ook. Dit is ook een zuur, dus een zure werking. Dan wordt het vlees heel zacht van. Je kan ook een scheutje azijn erin doen, Er allerlei manieren om ermee te spelen. Het allerbelangrijkste bij het koken is dat je er de tijd voor neemt. Je, je, je bent twee uur aan het koken en mensen eten het in twintig minuten op. Dus in twintig minuten, maar je bent twee uur bezig geweest. Daar gaat het om, die tijd. Dat is zo belangrijk. Dat je die tijd hebt, dat je die tijd maakt. En dat je. Uh, 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 je hebt, uh, mijn dochter, <gacht> gaat rakel-drakel. Mijn dochter die, die kijkt dan op uh, alberthein.app en dan heb je een heel recept en dat staat dan precies in de supermarkt. Ah, dat is best duur. Maar wat ik net zei is helemaal niet duur. Ik heb rundvlees gekocht voor 7 euro de kilo. En schenkel. Maar die was in de bonus. Heb je botten meuk? Ja, dat was het duurste. Een beetje tomaten erbij, wat aardappelen, wat uien. En uren pruttelde pruttel. Dat kan iedereen. Zoiets simpels als. Uh, uh, buikspek van varken. En dan. de bakken, de bakken, de, bakke, de bak. Uh, van de vet allemaal. En rijst. En bruine bonen. En. Piccadilly-saus. Piccadilly, Piccadilly. Piccadilly. Piccadilly-saus. Dat is lekker, jongen. En wat kost dat? Dat kost helemaal niks. Dat is wel heel lekker. Die Pickle uh, Lily, die pick liesaans. Uh, lekker, hoor. En die spekjes uh, goed bakken. De, de, ook, ook verpruts rustig een stuk buikspek. Wat dat ook meer is, de de spekken. De buik is dat, denk ik. Hè. Verpruts het rustig een keer. Want dan leer je het. Niet te hard met die vlammen. Maar het moet wel knasperig zijn. Met een bite hebben. En vergeet dat zout niet. Veel zout. Dat is ook zoiets met mensen. Dat ze, ik ben zoutloos, want het is slecht voor mijn bloeddruk. Ja. Ja, maar uh, ik ben er uh, meer van... Uh, eet je wel genoeg zout. Maar dat moet je ook hebben. De dagelijkse... Uh, en hoeveel je wil, ja, dat, dat hangt maar af van je constitutie, hè. Huh? Als je veel zweet, dan moet je meer zout eten. Ligt, als je weinig zweet, nou, dan raak je niet zoveel zout kwijt. Maar als je gaat zweten, ja, dan raak je de hele tijd zout kwijt. Dat moet wel aangevuld worden, dacht ik. Dus ja, ik weet niet hoeveel zout je moet consumeren, maar ja, wees er niet te zuinig mee. Want je hebt het nodig. Dat zijn van die, die simpele dingen. Lekker man, witte rijst. Met bruine bonen of kapucijners, dat is ook lekker. Hè? Een uitgebakken spek. En dan zou ik het serveren, dat iedereen krijgt een hoopje rijst, iedereen krijgt een hoopje bonen. Er staat een bak met spek. Op tafel. Met een lepel en dan mag je uitpakken wat je wil. Dan doe je er overheen wat je maar wil. Knispie, knispie, knorretje, knorretje. En ja, je hebt een, een pot met de, de Piccadilly-saus. Piccadilly. <laughs> je eet je vingers er meer op. Sterker nog, het is ook lekker om met je vingers te eten. Zoiets. Lekker kliteren. Ik vond het een hele mooie. Ik ga die koffie maken. <laughs> Doei.